En Museumnacht viert op 26 mei haar eerste lustrum. In verband hiermee zullen op 16 verschillende locaties culturele attracties worden georganiseerd. Museumnacht is volgens de organisatie een bijzondere belevenis voor iedereen die geïnteresseerd is in de cultuur en de geschiedenis van Suriname. Het thema dit jaar is Hyperconnected Museums, New Approaches, New Publics. De afgelopen 4 edities van dit evenement waren heel succesvol. Volgens Winston Lieveld, coördinator van Museumnacht 2018, is niet alleen het aantal bezoekers gegroeid, maar ook het aantal locaties is explosief toegenomen. De nieuwe locaties zijn het Sportmuseum, het Geologische Museum, het Bakkie Museum, het Mangrove Educatiecentrum en het Pop-up Museum, waar de werken van Erwin de Vries staan. Op enkele locaties na is de entree voor Museumnacht gratis, zegt Lieveld. Nee, niemand hoeft entree te betalen nergens. Alleen om te komen bij Bakkie zijn er wel kosten en die kosten kunnen we helaas niet dekken. Dus daar zijn er gewoon de vervoerskosten die je hebt om naar Bakkie te gaan. Maar de entree in het museum zelf is gewoon gratis. De tour in het museum is ook gratis. En dat geldt ook voor het sportmuseum. Wat we gaan doen, onze Facebookpagina staat alle informatie. Wil je naar Coronie gaan? Welke contactgegevens daarvoor nodig zijn? Wil je naar Bakkie gaan? Welke contactgegevens daarvoor beschikbaar zijn? Museumnacht begon in 2013 met 350 bezoekers en in 2017 waren dat 3720. Dat is een toename van bijna 1000%. Lieveld zegt dat de museumnacht speciaal voor de Surinaamse gemeenschap in het leven is geroepen. De toeristen die sluiten aan waar de Surinamers zijn, maar over het algemeen is de museumnacht Suriname gericht op Surinamers. Ze willen de cultuureducatie aan Suriname laten zien van hey, we hebben zoveel locaties, we hebben zoveel cultuur in ons midden. We weten er niet van of we zijn ergens op de basisschool zijn we daar naartoe geweest. Maar in eerste instantie zijn de Surinamers lokale bewoners die daar gebruik van maken. En als er toeristen zijn die toevallig een Surinamer zijn en of Paramaribo, mogen ze zeker aansluiten. En u zag Winston Lieveld, coördinator van Museumnacht 2018. Hij sprak op de persconferentie die is gehouden in verband met het eerste lustrum op 26 mei. De persconferentie vond plaats in het Surinaams Rumhuis.